En? Hey mensen, ho. We zijn weer hier. In het dodelijk gebied van de Duitsers. Waarin wij nog één kanon moeten doen, maar er zijn hier kapot veel mensen. En zou ik hem kunnen... Nou, maar als ik hem kill, dan vindt hij die Defendaar hem weer. Dus hij moet gewoon even weg, ja? En dan ga ik zo langzaam... hierheen kruipen. Oké, chill, dat is één. Hij moet gewoon in de schaduw blijven, zodat niemand hem vindt. Oké, top, toppie hoppie, gaan helemaal woppie flauw. Oké, dat is één iemand. Daar is iemand, daar. Als ik kan raken, hebben we bingo. Yeah! Oh! Oh! Oh. Nu moet ik hier wel wegwezen. Rennen. Boeken. Nail dit. Ah, nu moeten we nog 400 meter die kant op. Great succes! Oké, waar moeten wij... Oh, we moeten helemaal zo. What the fuck? Helemaal daarheen. Nou, gezellig. Gewoon een wandeltocht. Kunnen we het gaan hebben over jullie vakantie. Gaan jullie nog op reis? Of doen jullie net zoals mij met een groep vrienden lekker ergens een vakantiehuis overnemen. En daar aardig wat alcoholistische drankjes benuttigen. En natuurlijk lekker veel zwemmen en van het weer genieten. Hopelijk is het geen poep weer, want het zijn wij een heel groot probleem. Dat vind ik altijd zo vervelend. Van vakantie ben je altijd afhankelijk van het weer, hè. Zo van of het mooi weer is. Of ik weet niet wie je na vakantie wil met slecht weer. Dan kan je net zo goed in Nederland blijven, maar... Er zijn soms van die mensen die regen helemaal geweldig vinden. Ik niet, geen maar mijn lieve zomer. Ik klaag liever dat het te warm is dan dat van... Het is te koud. Het regent te veel. Nee, ik zeur liever heel de dag van... Oh, wow, wow. Iets te fanatiek. Waar is die vent? Oh, daar. Hij is dood. Nee, ik vind echt warmte toffer dan dat het koud is. Als dat logisch klinkt. Dus je kan meer zeggen, ik ben een zomermens dan een wintermens. Als wij in coole termen gaan praten. Oh, waar moeten we nou heen? Rechtdoor. Oké, chill. Dan ga ik gewoon rechtdoor waggelen. En hopelijk ziet niemand mij. Zo te zien gaat het aardig goed. Oh, moeten wij hier de berg op? Of? Wow. Schrik me kapot en ineens zo... Oh, clear. Waar is hij, wijs? Oh, daar boven op de berg. Oké. Hoe komen wij daar? Dat is de tweede vraag. Oh, hé, een ladder. Nice. Gaat steeds beter hier. En dan kunnen we deze ladder op. Oh. Wacht even, maar niet al te ver omhoog gaan. Oh, dat kan wel. Kan net. Oh shit. Afgrond, Duits. Hey, waar is die vent? Oh. Die gaat me dit er niet mee, hè? Oh, nice. Hey, dag meneer Sniper. Dag. Was gezellig. Vaker doen. Oh, kunnen we dit ding nog even saboteren? Dan hebben we tenminste iets van een rotlawaai. Nice, oké.
Nou, we komen al steeds meer bij onze laatste kanon. Oh. Zou dat ding zo'n lawaai maken dat dit... Nee, dat doet hij niet. Shit. Oh, dan doen we wel even gelijk. Tag die man, tag de auto, tag die auto, tag die auto. We gaan lekker taggen. Ik tag jou. Hashtag truck, hashtag nazi, hashtag no filter. Oké, even kijken. Daar is nog een vent. Daar is er nog één. Ziet eruit als een gigantische explosie. Dit gaat lastig worden. Eens kijken. Die vent rechts moest als eerst dood. Dan die daar. En als laatste hij. Hij moet als laatste. Tweede als eerst. Als hij omdraait, dan kunnen we hem killen. Maar hij gaat nog niet omdraaien. En dat vind ik zeer vervelend. Oké, kom op. Draai om en wandel. Draai om en wandel. Draai om en wandel. Nee. Ik kan blijven hopen. Oh, hij gaat echt lopen. Oké, chill, chill. Oké, gewoon lopen. Oké, hij heeft niks gezien. Chill, houden zo. Wat hebben wij hier? Oh, een of andere geheime duistere tunnel. Altijd goed. Dat maakt niet uit, vent. We hoeven nog maar één iemand. Oh, wacht. Nee, nee. Niet te hard lopen. Anders hoort hij ons nog en dan gaan we nog dood. Nou, hij doet niet veel meer. Dat is ook chill. Staat daar nog iemand? Oh, daar. Daar zit nog iemand. Ik zie hem toch? Oké, is er voor de rest nog iemand daar? Oh, daar is iemand. Daar. Daar zo. Oh, een flinke beveiliging voor zo'n stom rotkampje. Oh, hé. Hey. Daar is nog iets. En dan hebben we het alweer gehad. Oké, we gaan de andere kant op. Even kijken, is er nog iemand? Zo dat ik zie. Die hut ziet er aardig vrij uit, dus YOLO. Even kijken, wat hebben wij hier? Oh, oe. Survival notes. Oké, okay, bla bla bla, let op snipers. Oeh, dat was legit een mooi schot. Omdat ik helemaal die vent niet zag. Hij is dood. Che diavolo. Hij is ook dood. Nou, alleen nog maar Bob bovenop. Hé, hey, dat klinkt best wel geinig. Die vent daar ziet mij toch niet. Oh. Mogen we die rocket launcher hebben? Please, please, laat mij dit in één keer goed doen. Moeder Maria, ik smeek u voor dit. Dit is heel jammer. Dit is echt heel, heel jammer. Waar is nu... Nu is er helemaal niks van... Oh. Daar is het. En? Hey! Patrick de Ster! Nu moet hij wegwezen. Oh, wacht even. Yo! Perfect! Nu... Rennen voor mijn leven.
Waar moet ik eigenlijk heen? Gricon. Oké. Okay. Gaan we dat doen? Ja. Ik zet wel even gas op. Volgens mij mogen die Duitsers mij niet echt zo. Aangezien ik 3 van de artillerie kapot heb gemaakt. Letterlijk, Moeten wij die tank nu ook vermoorden of wat is de bedoeling? Ik had die rocket launcher moeten meenemen. Oké. Waar gaat die tank heen? Oh nee, tank moest je op de achterkant schieten. Tank, kom hier. Oei. Oké, die tank is best wel sterk. Hij is dood. Zeg maar daar drüben. Ja, zeg maar, ja, Trieder, ja. Irgendwo hier steckt er. Gaat de tank gewoon niet weg, of? Rij, tank, rij! Pak een steen. Nee. Sterf. Oké, pleister. Power pleister, let's go. Yes. Nee, dat doe je niet, vent. Die vent kan mij toch helemaal niet zien, joh. Ik heb hem in de muziek. Dat is de zijkant van het ding. Misschien als ik wat granaten ga gooien. Nee, wie weet. Ze valt 1. 2. En een 3. Je hebt niks gezien. Oké, dit gaat niet worden. Auw. Oké, mijn plan. Rennen. Zo komt die vent hopelijk naar mij toe. Oh, maar zo dit ding niet hier zo. Waarom komt die tank niet hierheen? Of is hij daar wel mee bezig? Nou mensen, ik bedank je voor het kijken. Dit was hem weer voor vandaag. Vergeet niet op het duimpje omhoog te drukken. Vergeet niet dan weer op mijn kanaal. En natuurlijk dus David Games. En zie ik jullie later.